elke eindbelegger heeft eigenlijk een bepaalde stijl. Als je onze stijl in twee woorden zou willen omschrijven, dan noemen wij dat kwaliteit groeibeleggen. Dus wij kijken echt naar de beste kwaliteitsbeleggingen wereldwijd en bedrijfsmodellen. En daar kiezen we er uiteindelijk 50 uit. Dus we zijn ook een heel actief fonds. Want als je wereldwijd gaat kijken, heb je 2500 fondsen in een index zitten. Nou, wij zijn absoluut geen indexbelegger. We zijn juist de actieve belegger. En waarom doen we dat? Omdat er een heleboel bedrijfsmodellen zijn die eigenlijk voor een belegger niet interessant zijn. Dus wij kiezen de meest interessante beleggingsmodellen. En dan kijken we natuurlijk ook naar een stuk waardering. Want sommige zeer interessante bedrijven, die zijn ook zeer hoog gewaardeerd. Daar moet je als belegger dan niet in zitten. Dus dat noemen wij de kunst van het beleggen, om dat af te wegen. En dat doen we eigenlijk continu. En als markten hard naar beneden toe komen, wat we in het vierde kwartaal van 2018 hebben gezien, dan zien wij dat voor ons is het juist een kans. Want wij hebben daar eigenlijk onze beste aankopen gedaan, die dubbel uitleveren in 2019. En in 2019, dit jaar, doen we het ja, meer dan uitstekend. Als je mij aan het begin van het jaar had gevraagd waar wij nu stonden, had ik gezegd van nou, daar geloof ik helemaal niks van. Want we staan bijna 34% in de plus dit jaar. Ja. Het heeft uiteindelijk te maken met de aankopen die we gedaan hebben in het vierde kwartaal van 2018. Dus dat is het grote voordeel van een actief fonds. Die kan daarop inspelen. Een indexfonds gaat gewoon met alle bewegingen mee. Wij profiteren juist. En ook nu op dit moment zie je sommige koersen wel extreem hoog staan. Die zijn wij al aan het verkopen of daar zitten we gewoon niet in. Ja, nou, ik gaf wel één ding aan. Als je dus, of je bent een indexbelegger of je bent actief. En als je nou actief bent, moet je echt actief zijn. Onze active share, een beetje technische term, maar betekent hoeveel wijk je af van de index, is rond de 90, boven de 90%. Dus dat geeft eigenlijk aan om het simpel te zeggen, 10% komt overeen met de index, maar 90% wijkt daarvan af. Nou is het niet zo dat wij het leuk vinden afwijken om het afwijken, maar er zijn veel betere bedrijfsmodellen te vinden. En als je een bedrijfsmodel goed vindt, dan wil je er ook een goed gewicht in de portefeuille in inzetten. Dat is denk ik wat een belegger zoekt. Een ander punt is ook het kostenniveau van een beleggingsfonds. Onze all-in kosten zijn 61 basispunten. Nou, dan kan je een hoop ETF-fondsen vinden die bijna op vergelijkbaar niveau zitten. En daar krijg je een actief fonds voor. Dan als een actief fonds moet je natuurlijk ook nog de juiste strategie hebben. Nou, dat hebben we natuurlijk nu al jaren laten zien. En de consistentie daarin. En dat zullen we ook de komende jaren laten zien. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij een van de meest transparante websites in Nederland hebben. Al onze beleggers staan er met een biografie in. Je weet ook wie jouw geld aan het beleggen is. Denk heel belangrijk. Onze top 10 van beleggingen zetten wij altijd zeer transparant. Elke maand verversen we dat, laten we aan beleggers zien. En we leggen ook nog over de stijl uit van beleggen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor een belegger om te begrijpen hoe belegt dat fonds eigenlijk. Want dan kan je zeggen, het merendeels van de fondsen, daar hebben mensen geen idee wie zit er überhaupt aan mijn geld. Wie is dat? Als je mij specifiek vraagt waar staan wij over 5 jaar met een percentage, dan is dat enorm lastig, want ik kan niet de markt voorspellen. Ik kan alleen zeggen, wij zijn het langst genoteerde fonds op de beurs, op de Euronext, als beleggingsfonds. We hebben vanaf 1980, is een dagelijkse koers, hebben wij 8% per jaar in goede tijden en in slechte tijden gedaan. Neem dat nou eens als een redelijke maatstaf. Ik zeg niet van jaar tot jaar, maar als je 8% neemt als een redelijke return, dan zou ik daar wel voor tekenen.